beetje lachen. Ergens gaan hangen, het is zo saai de laatste tijd. Heb jij dat ook? Gevoel van twijfel en verveling als je alleen bent. Want als ik terugdenk aan die tijd, dat de zon voor iedereen nog stond te stralen. Je dronk een biertje aan de bar, je gaf een knuffel of gewoon een compliment. Maar door de afstand is de eenzaamheid de trend. Samen sterk, door samen positief te blijven. Gewoon even wat aandacht voor elkaar. Samen sterk, een lieve groet, een telefoontje. We zitten samen in dezelfde schuit. Ja, samen sterk. Mag ik nog even met je lachen? Het is lang geleden dat wij elkaar hebben gezien. Heb jij dat ook in al die stilte? Dat je denkt dat jij dit niet alleen denkt. Want het is alsof die straten zonder ons gezellig en gewoon een tijdje leeg zijn. Jij dan ook, dat het de tijd wordt om weer vrolijk door het leven heen te gaan. Die gedachte moet bij ons blijven bestaan. Samen sterk, door samen positief te blijven. Gewoon even wat aandacht voor elkaar. Samen sterk. We zitten samen in dezelfde schuit. Ja, samen sterk voor iedereen. En dan komen wij eruit. Samen sterk, door samen positief te blijven. Gewoon even wat aandacht voor elkaar. Ja, samen sterk. We doen gezellig allemaal weer mee. Ja, samen sterk voor iedereen. Op Horizon TV. Welkom bij een nieuwe aflevering van Samen Sterk, de vrijdageditie. Het weekend gaat beginnen. En we beginnen vandaag met fantastisch nieuws. U heeft hem misschien al herkend. U ziet hier in beeld naast mij op de foto pater Wim van Mel uit Leende, die we vandaag na hele lange tijd eindelijk weer voor onze camera hadden. En Dian, die sprak met hem. Hi Wim. Goedemiddag. Ik ben blij je weer te zien. Dank je wel. Hoe gaat het met je? Ik mag niet klagen, laat ik het zo zeggen. Gelukkig. Ik ben nog niet de oude en dat duurt nog een tijdje. Mm-hmm. Maar toch voel ik me eigenlijk al heel goed. Ben ik daar blij om? Ik denk, dat ben je niet de enige. Nee, we zijn allemaal heel bezorgd geweest. Ja. En ja, je hoort natuurlijk ook alleen maar dat op afstand, het gaat niet goed met Pastoor Vermeil. En dan is het steeds wachten op een berichtje en dan lijkt het steeds zo lang te duren. En hoe langer het duurt, hoe minder je vertrouwen in erin gaat krijgen. De rest van dit gesprek kun je komende zondag bekijken in plaats van het geestelijk vitamintje, elk heel uur vanaf 10 uur op Horizon Televisie. Zijn verhaal, hoe het was, wat hij meegemaakt heeft, kortom, het gesprek wat Dianne Koevoets samen met pater Wim van Mel had in de pastorie in Leende. En wij zijn echt ontzettend blij dat we hem weer voor onze camera mochten hebben. Gezond en wel, maar nog een lange weg te gaan, dat is duidelijk. Goed, best wel een gezellig programma voor je in petto. Straks gaan we bellen met de schrijver van dit boek,
Mannen zijn hufters. Walter Staals, we hadden hem al eerder in dit programma. Toen vertelde hij al over de relatieovereenkomst. En daar is iets bijgekomen. Nu heeft dat ook een eigen website. En Walter gaat er straks over vertellen. Vooral gaat hij uitleggen waarom het zo belangrijk is om in een relatieovereenkomst samen goede afspraken te maken. Om die relatie niet alleen betere kans te geven om te doen slagen, maar vooral ook om het leuk te houden met elkaar. Dat straks. Eerst gaan we het hebben over een hele interessante sport. Een bijzondere sport. De heren snelwandelaars gaan daar onder de marathonpoort door voor de rondes buitenom dit stadion. Ja, wandelen. En wandelen kun je dus doen om verschillende redenen. Daarover gaan we praten met Han Holtslag. Han, goedemiddag. Goedemiddag. Ja, wandelen kun je doen om in beweging te komen. Je kan wandelen om tot rust te komen. Je kan wandelen om je conditie te verbeteren, misschien af te vallen. Veel mensen wandelen ook om tot rust te komen, tot jezelf te komen, als het even wat minder gaat. Maar je kan ook snel wandelen. En dan komen we op jouw terrein, toch? Ja, nou ja, ook. En binnen de snelwandelwereld zijn er nog wel mensen die doen ook nog het Kennedy Mars wandelen, zeg maar. Oh ja. Waarbij de Kennedy Mars voor een aantal van mijn collega's een warming-up is. Ja. Want die doen niet, Kennedy de Mars is uit mijn hoofd zeg ik 80 kilometer ja, klopt. In 20 uur. Maar hun doen er dan 160 in 20 uur. Zo. En er zijn er die halen meer als 200 in 24 uur. Dus dat, dat is een vak apart. Ja. En ja, dan val je af. Ja. Ja. Ja, wat ik zo bijzonder vind aan snel wandelen, het oogt zo onnatuurlijk. Ja, maar ja, kijk je naar bijvoorbeeld naar paardenrace, dan heb je stap, galop en draf. En kijk je naar het wal en naar het zwemmen, dan heb je ook allerlei vormen van voorbewegen. Ja. En in feite is dat met wandel ook. Ja. En onze tak dan met het snel wandelen. Ja. Ja. Dat hebben ze eigenlijk gebonden aan wat regeltjes. Dat je mag bijvoorbeeld niet het zweefmoment hebben van een hardloper. Oh ja, er moet altijd een voet moet de grond raken, hè? Ja. Anders ben je aan het hardlopen. Ja, maar even, die regels gaan zelfs zover, heb ik wel eens gehoord, dat je zelfs geschorst kan worden uit de wedstrijd als je te veel zweeft, toch? Ja, daar weet ik alles van. Echt waar? Met name het laatste jaar is het wel heel heftig, maar kijk, wat ze natuurlijk niet willen, dat is dat je gaat hardlopen. En daarom staat er een jury en dat is bij het hardlopen is dat niet. Nee. Want dan is het zie maar dat je zo snel mogelijk van A naar B gaat en klaar. Ja. En, met snel wandelen zeggen ze natuurlijk van ja, je moet allemaal wandelen. Nou, en dan krijg je wel regeltjes en mensen die regels controleren. En dat is natuurlijk goed. Ja. Ja. Maar je kunt je voorstellen, van, ik zag van de week een uitslag van een Colombiaanse jongen. Mm-hmm. Die had een wedstrijd gelopen in Australië, want daar kan dat nog. Ja. Jongen die is 16 jaar, dus is nog opkomend talent. En die doet 3 kilometer onder de 10 minuten. Ja, dat is toch ongelooflijk. Wat maakt nou eigenlijk dat je ooit besloot om te gaan snel wandelen? Waarom snel wandelen? Omdat ik op de snelweg er al niet tegen kan dat er iemand voor me rijdt. Echt waar? Komt het voort uit ongeduld? Ja. Oh, dan zou het wat voor mij zijn. En dan komt het eigenlijk gewoon op neer. En natuurlijk wat prestatiedwang. Daar heeft het gewoon mee te maken. Die regeltjes. Kijk, er zijn dus de Olympische top, zal ik maar zeggen. Die zit echt boven de 20 km per uur. Ja, maar kijk joh, dat is ongelooflijk. Dat kun je soms met de fiets nog niet eens zo lang volhouden. Ze doen dat niet van die hele grote afstanden al, hè, maar die korte afstanden, dus tot 3 kilometer. Hm. En dat is dus, die grote jongens die doen dat echt met 20 km per uur. Ja. En dan heb je natuurlijk nodig, hè, want dat kun je ook hardlopen, hè, kun je dat al niet bijhouden, zeg maar. Ja, en als je dan
wil hebt over die stijl. Ja, je moet natuurlijk alles uit je lichaam halen. Dus ja, je baslengte moet goed zijn. Je moet je armen goed gebruiken en dat soort dingen. Ja. Als je dan, want je vroeg van waarom ben ik nou begonnen? Aan de ene kant was het dus dat ik zat te happen naar lucht. Maar ik heb vroeger wielrennen gedaan. Zeg maar toen ik nog een jaar of 20 was. En toen ben ik op een stoeprand gevallen. Oh, ja. En stoeprandje vond dat niet zo erg. Nee. Maar mijn rug, die heeft natuurlijk al die jaren heeft die wel behoorlijk pijn gedaan. Mm. En de huisarts die zat altijd mee te roepen, ga maar wandelen, ga maar wandelen. Ja. Ik moet ook zeggen, van sinds dat ik aan het snel wandelen ben, heb ik zoveel rugspieren gekregen, dat ik ook echt geen pijn meer heb. Ja, ongelooflijk. Ja. Ja, en daar ben ik ook wel blij mee. Eigenlijk. Even, hoe lang doe je het nu al, Han? Snel wandelen? Vanaf april 2013. Oké, dat weet je nog exact. Ja, want ik ben op vakantie geweest in Zuid-Amerika en ik kwam terug en ik heb schoenen gekocht. Ja, kun je nagaan? Ja, ja. Ja, ja. En daar ben ik begonnen. Mijn eerste wedstrijd was een jaar later. En dat is 2014 dan. En dus vanaf 2014 loop ik wedstrijden. Ja, ja. Als je nou een leek zou moeten uitleggen, ga je snel wandelen. Als je iemand zou willen overtuigen. Stel dat je zou mij over willen overtuigen dat snel wandelen veel leuker is dan gewoon op je gemak wandelen. Nou, kom erop. Ik ben benieuwd. Nou, wat nu gewoon geweldig is, als je nu s'avonds gaat wandelen, dan zijn er heel veel mensen. En ik kan dus, er zijn echt veel mensen op straat, want het is soms wel een noodtocht. En ik ben dus veel sneller als al die mensen die aan het wandelen zijn. Ja. En nou, het leuke is dan, omdat je dus veel sneller bent dan de rest, dan roep ik regelmatig, als je wil zoenen, kijk even achterom. Ja, geweldig. Jij zou bijna een snelwandelaar moeten zijn die een zwaarlicht of zo op zijn muts zet om de mensen voorbij te komen. Maar ja, er wandelen heel veel mensen in de avonduren, hè, op dit moment, ja, hè, tussen 7 en 8. Gruwelijk. Echt hartstikke leuk. Het is bij ons hier in Zoerendonk ooit Polonaise 's avonds. Echt waar. Ja, wat ja, hier door de Dorpstraat voorbij gelopen komt. Ja, ja, is echt. Ja. Hier in Leende ook. En dat is gewoon echt leuk. Het meeste respect, als je dat kijkt, nu zijn die mensen allemaal bezig, hè? Maar ik heb ontzettend respect eigenlijk voor, laten we zeggen een half jaar geleden, dan is het al donker en het waait en het is koud, het regent. En er zijn er toch altijd vrouwen, die gaan wel altijd met z'n tweeën, hè? Maar er zijn er toch nog vrouwen die gewoon in de regen, in de wind, die gaan wandelen. Ja. Kijk, ik heb nog een doel dat ik kan zeggen van ik kan nog eens een keer ergens een medaille gaan halen. Ja, 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 ja. Hun enige doel is volgens mij weg van afwas. Ja. En van die vervelende fan die ik heb, van, laat die maar weer gaan wielrennen. Ja, ja. En die gaan wandelen zelfs als het regent. Ja. Ik vind het zo knap. Ja. Ik moet eerlijk zeggen, ik ben zelf van het rustige wandelen. Ik vind wandelen ook, of het nou regent, dat maakt me ook om geen bal uit. Het is heerlijk. Je komt thuis, je gloeit helemaal. Je bent echt uitgeput. En ja, het kan echt, ja, het doet goed. Het is goed voor geest en lijf, denk ik dan maar. Ja, nee, maar dat klopt. Ik heb ook zelf, heb ik het ook van, als ik het koud heb, van ik ga een stukje trainen, heb ik het weer even lekker warm. Ja. Even lekker zweten en ja, dat is gewoon fijn. Ja, ja. Nu zei je net, hè, ik wandel voor een doel, hè, ik wandel naar die medaille. Laten we even kijken naar 2021. Finland, WK, gaat die door? Nee, is een jaar later. Is die volgend jaar? 2022, ja. Oké, WK Zweden, die stond er volgend jaar? Ja, en die is dan ook weer doorgeschoven. Naar 2023? Ja. Jeetje. Als je gaat wandelen, wandel je dan door het dorp of het liefst door de natuur? Alle twee, maar ik zit, laten we zeggen, onze vrienden, de wielrenners, die zitten hier nog wel eens vast. En door het dorp, daar heb ik met name last van de ondergrond, dat die niet helemaal vlak is. En, oh ja, die tegels, ja. Ja, dus dat loopt niet altijd even makkelijk. Ja. Maar we hebben wel het geluk, in Leende kennen wij geen trottoirs. Dus dan moet je wel op de stoep. Of op dan moet je op de weg. En, ja. Maar goed, ik doe dat buitenaf. Ja. Maar wat voor mij bijvoorbeeld een normaal rondje is van Leende naar Hezen. Ja. Van Hezen naar Sterksel. Ja. En als het goede weer is, dan gaan we nog door naar Maarhezen. En dan gaan we achterom zeg maar onder het viaduct door. En dan weer terug naar Leende-Leende-Strijp. Zo, weer dan heb je wel wat kilometers. Ja, maar rond ik maak er s'avonds rond de 15, tussen 10 en 15. Ja, dat is wel een mooi afstand. En in het weekend moet ik van mijn trainer door naar de 30. Ja, ik sta op 25, maar dan ga ik wel
deze maand gaan we wel weer in de weekenden naar de 30 toe. Ja, nou hadden we het net even voor de natuur. Hè. We hadden het net even over het weer. Het weer kan alle kanten op natuurlijk. Maar er is een ander element in de natuur. En dat zijn de beestjes. Denk aan de biggetjes. Dus kort een wolf zelfs. Buizerd. Wilde zwijnen. Heb je er wel eens last van dat soort gedierte? Nou, ik vind het prachtig. Dat is, laten we zeggen, toen het nog rustig was, hè, een paar jaar geleden... Ja. Kom ik ook wel op delen in het Leende Bos, waar gewoon niemand komt, dus daar is de natuur nog in rust. Ja. En daar kom je dus gewoon varkens tegen met hun jongen. Ja. En dat is gewoon een mooi gezicht. Ja, ja. En wat ik zelf een paar keer meegemaakt heb, wat echt geweldig is, er zijn, volgens mij is dat dan een buizerd of zo, in ieder geval een vogel die bijna 2 meter breed is. Oh ja, ja, ja. En die trekt met mij mee. Die weet als ik een paar keer hetzelfde rondje loop, trekt hij met me mee. En dan gaat hij van boom naar boom. En hij laat zich uit een boom vallen tot aan de weg. Slaat hij 1 keer met zijn vleugels en dan gaat hij weer op de volgende boom gaat hij zitten. Ja. Ja. Ik heb daarover nagedacht, hè, van wat doet dat beest nou? Maar hij heeft natuurlijk de hoop dat ik allemaal muisjes en zo opjaag. En wat voor hem zijn eten is. Ja, ja. Maar het is zo mooi om zo'n beest voorbij te zien komen. Ja. In het Leende Bos ook de hertjes. Die kom je toch nog alles tegen. En dat is gewoon prachtig. Ja. En wat denk je dan van die koeien met die lange haren? Ja, ja, ja. Dat afstand. Moet je aan de kant duwen, hè? Ja, want... ja. Wat is trouwens voor jezelf het mooiste moment om te gaan wandelen? Is dat de ochtend, middag of avond? Maakt mij niet zoveel uit. Nee, dat maakt niet uit. Het enige, als je nou kijkt naar de afleiding, toen we nog in de sportschool mochten, dan moet je tellen van, dan zit ik 3 keer in de week 2 uur voor de week. En op zaterdagmorgen 4 uur op de sportschool sta ik dan op die loopband. Ja. Dan zit iedereen mij aan te kijken van, is dat niet saai? Nee. Hé, hey, want ik heb van alles te kijken. Hè. Er zijn genoeg mensen en dan... En wat wel saai is, als je nou bijvoorbeeld Sterksel, de Vlaamse weg, weg 3,5 kilometer. Die hele lange rechte weg, ja. Ja, dat is in het donker. Ja, ja. Dat is interessant. Ja, even als mensen nou zitten kijken, die denken, goh, dat is snel wandelen. Er zijn natuurlijk wel een paar dingen die je moet weten. Is er een snelwandelclub, vereniging in onze regio? Nee, eigenlijk niet. We doen het landelijk. En er zijn eigenlijk een 25, 30 mensen redelijk actief in Nederland. Maar dat is echt het snelwandelen. En het Kennedy Mars wandelen, dat zijn er gewoon heel veel. Ja, maar ja. Die zitten lokaal bij wandelvereniging of zo. Ja. Ik weet dat. Landelijk is er RWV die dat een beetje organiseert. Maar dat zijn geen trainingen, niks. Nee. Nee. We hebben snelwandeltraining, dat doen we in Drunen. En er is er ook nog een training in Beverwijk. Het is echt een individuele sport, eigenlijk. Echt. Ja. En dat is het ook, maar dat is ook, laten we zeggen, de snelwandelaars zijn ook een beetje egotrippers. Die zijn ook op zichzelf. Dat zijn geen massa mensen die zelf. Teamspelers. Nee. We gaan lekker met z'n allen op het terras zitten. Nee, dat is eigenlijk niet. Nee. En ook die, laten we zeggen, de Kennedy Mars jongens zijn er ook niet. Hè? Die gaan alleen, hè? Die trainen nog veel meer alleen. Die gaan ooit 60 kilometer per dag. Hè? Ja. Vergis je niet. En wat ik ook heel prettig vind, is gewoon de agressie van de dag. Dat je die s'avonds gewoon lekker kwijt kan. Hè? Ja, ja. Wat we gaan doen. We gaan eens even een mooie compilatie laten zien over het snelwandelen. Ik wil je voor nu bedanken voor een stukje toelichting en uitleg van jouw passie. Het snelwandelen. Ooit begonnen in 2013. Op naar 10 jaar. Ga jij je 10e snelwandelcarrièrejaar in Zweden doorbrengen? Nee, in Finland. Ik ga in ieder geval naar Finland toe. Volgend jaar. Daar ben ik daar ook voor aan het trainen. Ja. Je moet het zo zien in de atletiek. Daar heb je leeftijdcategorieën. En de wereldkampioenschap is dus ook opgedeeld in elke keer per 5 jaar. En volgend jaar ben ik 65. En dan zit ik net in een nieuwe categorie. Ah. Dus 65 tot 70.
En wees nou eerlijk, als ik dan niet wereldkampioen word, moet ik me toch schamen. Want er zijn toch altijd, ik moet toch van die kerels van 65 tot 70. Op zijn minst, Han, het moet kunnen. Absoluut. Het moet gewoon kunnen. Goed. Ik vond het leuk om je weer eens te spreken. Altijd feest om met jou in gesprek te gaan. Of nou op de radio is of nou ook op tv. We hebben elkaar nu ook even gezien. Heel veel succes met het trainen. En we gaan elkaar snel weer spreken. Ik vind het veel te leuk om nog eens een keer weer bij te kletsen. Hoe gaat het met Dianne? Was het nou de duizeligheid? Die oordingetjes die ze had? Of hoofdpijn? Had je het vorige week over? Ja. Dat gaat goed. Ze heeft inderdaad een piercing gekregen, waardoor ze nu geen last meer heeft van migraine. En so far, so good. Dus deze week is het ook helemaal goed gegaan? Ja. Oké, dat klinkt goed, hè? Ja. Ik hoop ook volgende week weer aan tafel te hebben hier, dus mee te presenteren, want het wordt hoog tijd. Ja, dat vind ik ook. Ja. Goed. Hey, dankjewel. Fijn weekend en tot de volgende keer. Yes, oké, leuk. Goedjes, oké. Okay. Hoi, hoi. Ik zit al een week in deze quarantaine. Ik heb niks te klagen, want ik kan je nog bellen. Ik wil de benen strekken, wat kan het me verrekken? Laat de wereld mekkeren, online en op de straat. Ik wil eruit en op, kom op naar de lente. Ja, ik wil wandelen, wandelen, wandelen. 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 Vast en besloten, maar ik durf niet te rennen. Zit in mijn kop de regels uit te pennen. Hey, ga je met me mee? Dan kom je van die bank af. We lopen het los, lopen het los, lopen het los. Ik zit hier in je ijsbaan. Ja, ik schrik er zelf van. En ik verveel me hier kapot. En ik wil wandelen, wandelen, wandelen. En wandelen, wandelen, wandelen. En wandelen, wandelen, wandelen. Ja, ik wil wandelen, wandelen, wandelen. Wandelen, wandelen, wandelen. Wandelen, wandelen, wandelen. Want niks is zeker deze tijd. Ik heb ook alles aan mezelf te danken. Mijn lol en hobby's, ja, die zijn op de anker. Ik wil alleen maar wandelen, wandelen, wandelen. 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 Wandelen, wandelen, we gaan het hebben over relaties. En relaties, ja, die vallen niet altijd mee. En hadden we deze man in de uitzending, Walter Staals. Goedemiddag, Walter. Hallo, goedemiddag. Hoi. We gaan het hebben over relaties. In de vorm van hoe ga je een relatie aan, maar wel over de vorm van hoe kun je een relatie nou goed in stand houden. En zeg jij altijd, hoe blijf je je best doen en werken aan een relatie? Want dat is het, hè? Ja, dat is zeker nodig. De communicatie binnen relaties is vaak minimaal, tenminste niet over het inhoudelijke van een relatie. Nee. En dan blijkt dat er irritaties ontstaan, ergernissen en mogelijk zelfs een echtscheiding. Ja, ja. Dat is gekomen, en dat is gekomen heb ik iets ontwikkeld naar aanleiding dat ik vorig jaar een boek heb geschreven. Dat boek was getiteld Mannen zijn hufters. Ja. Stelselmatig had ik na het uitbrengen van het boek gesprekken. En wat bleek?
dat binnen veel relaties zijn er helemaal geen spelregels afgesproken en voorwaarden. Mm-hmm. Toen ben ik gaan googlen, wat bestaat op dat vlak? Zijn er documenten als hulpmiddel? En dat bestaat helemaal niet. Nee, want zo ben je erop gekomen even. Hè? Maar mannen zijn hufters. Ik denk dat mannen in de basis helemaal geen hufters zijn. Ik denk dat het misschien een stukje hufterigheid er langzaam insluipt. Doordat je misschien met elkaar niet de goede afspraken of duidelijke afspraken met elkaar hebt gemaakt aan het begin van een relatie. Ja. Kan dat niet zo zijn of denk je er anders over? Nou, mannen zijn hufters is puur de titel van het boek. Dat is verder geen uitspraak van mij. Oké. En in het boek staan er alleen irritaties van vrouwen over mannen. Ja. En, ja. Dat is eigenlijk het begin al van de communicatie aan tafel. Ja. En dan moet er over gesproken. Ja, ja. En dat is het eigenlijk, hè? Want even voor de mensen die het misschien gemist hebben, ik kan me niet voorstellen. Walter schreef een boek Mannen en Hufters. En eigenlijk is dat een boek met gewoon deze titel. Die laat zien waar vrouwen zich door de tijd aan gaan ergeren. En wat misschien schadelijk kan zijn voor de relatie. En met Mannen zijn Hufters benoemde hij heel veel punten. En dat boek geeft eigenlijk een stukje een handreiking. Om met elkaar samen te kijken hoe we nou bepaalde dingen kunnen verbeteren in de relatie. Dat is even in een notendop verteld, Walter. Hè? En dat kreeg een vervolg. Want van dat boek, over het boek, kreeg je veel reacties. Een aantal mensen spraken mij aan. Die vroegen, wat bezielde die man nou om dat boek te schrijven? En die mensen hebben gezegd, dan moet je toch nog een keer naar het interview terugkijken. Want daar legt Walter het heel goed in uit. En het vervolg nu is afspraken maken. En daardoor... Ja. Getriggerd ontwikkelde je een relatieovereenkomst, hè? Ja, ja. Het is gebleken dat er is een hulpmiddel nodig. Als er communicatie moeilijk loopt, hè, dan is er een hulpmiddel nodig. Een derde partij, een document, wat dan ook. Nou, in dit geval heb ik online een document neergezet, wat iedereen gewoon gratis kan gebruiken. Mm. Om elkaar te beter leren kennen. Want je wilt elkaar beter leren kennen, maar ook die irritaties uitspreken en de onuitgesproken woorden zelfs, waar je nooit over spreekt. Ja. Ook de taakverdeling in huis. Ook de dingen over intimiteit en seksualiteit. Ja. Alles ter sprake wat binnen die relatie van belang is. Ja, ja. Eigenlijk zeg je daarmee, niks is onbespreekbaar. Je moet juist dingen bespreekbaar maken die, ook al zijn ze zo onbelangrijk, of lijken ze zo onbelangrijk. Ja, ja. Juist door het bespreekbaar maken zie je hoe de ander ook reageert. Hè. De non-verbale communicatie in deze is ook weer belangrijk. Ja. Dus je leert elkaar beter kennen, je leert met elkaar beter communiceren. Ja. En je maakt uiteindelijk afspraken met elkaar om alles in goede banen te leiden. Ja. Alleen al dat we het hier over hebben, hè? Alleen al dat we het hier samen over hebben, zullen diverse kijkers misschien wel tot bepaalde handelingen richten. Ik kan me voorstellen dat misschien sommige vrouwen de televisie nu al iets harder zetten. Zo van, schat, luister hier maar eens naar. Maar ook kan het nu al een aanleiding zijn om er eens over met elkaar over te praten. Misschien dat mensen wel denken, ja, belachelijk. En zegt de partner, nou, dat is helemaal niet zo stom. Eigenlijk... Nee. Dit maakt al dat je met elkaar over in gesprek gaat misschien wel, toch? Ja, ja, dat is inderdaad het begin. Als je inderdaad, goed, het staat allemaal online. Het is makkelijk te vinden, het is makkelijk... Het is gewoon een derde persoon die in feite de regisseur noemen maar van het gesprek. En er worden vragen gesteld wat je individueel moet beantwoorden of samen kunt beantwoorden. En er staat er ook, dat is wel leuk, er staat er onder veel vragen, staat of je eronder een vinkje, kun je dan aanvinken, of het op een oorkonde moet komen te staan. Ja. Dus je stelt samen over die relatieovereenkomst, maar los daarvan ontstaat er ook een oorkonde. En ik heb een afspraak met de grafische ontwerper, dus mocht je uiteindelijk die oorkonde op papier willen hebben, dan wordt die heel grafisch heel mooi opgemaakt. Ja. Als je dan inlijst, ja, dan heb je een prachtig document om aan de muur te hangen. Ja, ja, ja. Maar die relatieovereenkomst, de vorige keer vertelde je van nou, die hebben we opgesteld. Daar is een website over. Ik heb overigens, zet ik nu het adres van die website in beeld. Die kun je samen met ons invullen. We kunnen je daarin adviseren. We kunnen je daarin helpen, toch? Hoe? Jullie helpen toch bij het eventueel invullen van zo'n relatieovereenkomst? Oh, daar staat een stukje miscommunicatie. Ik heb alles
alles zo duidelijk in beeld gebracht dat de stelletjes, de geliefden, die vullen zelf online de antwoorden op de vragen in. En uiteindelijk staat er aan het einde van, na 8 vragen of na 8 hoofdstukken, een knop verzenden. En dan wordt het allemaal verzameld bij elkaar. Oké, oké. 8 hoofdstukken. Hoe lang ben je bezig om dit in te vullen, zeg maar, om tot die goede relatieovereenkomst te komen? Gemiddeld, denk jij? Vorige week sprak iemand, die had er echt 2 uur over gedaan. Maar het is ook in te vullen in een half uur. Dat is net, hoe lang wil je erover doen samen? Als je elkaar heel goed kent, dan ken je eigenlijk ook elkaars antwoorden. Dus, kun je het niet anders zeggen? Hoeveel tijd ben je bereid te investeren in je relatie? Dat is belangrijker. Inderdaad, als je een uur de tijd neemt, anderhalf uur, dan je kent elkaar gewoon een stuk beter na het invullen daarvan. En misschien wat jij net bedoelde, Erik, die hulp is er. Op het moment dat je hulp nodig hebt, er staat al een menubalk op de website. Mijn vrouw is coach en relatietherapeut. En daar is zelfs ook mee te contacten. Misschien dat je dat net bedoelde, die hulp. Maar het document is zo vanzelfsprekend. Ga er gewoon een zaterdagavond of een vrije avond voor zitten. En er komt een leuk gesprek op gang. En als het goed is, ben je allebei heel eerlijk in het beantwoorden van al die vragen. Ja, ik denk dat als je dat met elkaar doet en daar de tijd voor maakt, kan het ook een leuke bezigheid zijn. Het kan ook best wel wat humor kun je gebruiken. Je kan er gewoon met elkaar gewoon een leuk avondje van maken. Ik probeer me dat zo voor te stellen, Walter. Ik probeer het me voor te stellen. En ik denk wel dat in ieder geval dingen uitgesproken worden. Dat is volgens mij de allerbelangrijkste boodschap die je mee wil geven altijd. Tenminste. Absoluut. Je wordt er zeker wijs van in die relatie. Het is een aanrader om in ieder geval als je verliefd bent om even naar te kijken. Ja. En het op tafel te gooien om daar samen een keer een avond voor te plannen. Je wordt er altijd wijzer van. Dat is 100% zeker. Ja, hartstikke mooi. Als je hem invult, en dat kan dus via die website die u nou in beeld ziet, het webadres, kun je dus ook een prachtig document laten op, een hoe noem je dat, oorkonde laten opstellen. Mooi, veranderde muur. Het document bestaat uit 2 delen. Het bestaat uit een oorkonde op A3 formaat. Dat is echt van authentiek dik papier met een echtheidszegel eronder. En alle afspraken wat je ingevuld hebt online, Die komen op een A4 document te staan. Ja. Dat is misschien een stukje privacy, daar kun je dan in de la stoppen. Maar die oorkonde, dat mag je al je vrienden en kennissen laten zien. Daar staan echte dingen op die je samen afspreekt, die een derde mag weten. Ja, leuk. Geweldig. Nu heb je, na je boek geschreven te hebben en nu deze relatieovereenkomst opgesteld en bedacht te hebben en op de website gebracht te hebben. Wat is je volgende stap, Walter? Wat is nu hetgeen wat ligt te wachten, de missie die je ziet? Dat is nog te vers om dat hier. Ik ben met een aantal dingen. Er komt weer een vervolg op. Ja? Het boek is ontstaan naar aanleiding van een tip van een vriend van mij. Het is een boek en mijn irritaties. Dit is de relatieovereenkomst. Het volgende is weer iets anders, maar het heeft wel met de relatie van doen. Ik kan er verder nog niks over vertellen, omdat ik er zelf nog mijn ei moet brengen. Ja, is het niet leuk om dat een keer vanuit een ander perspectief te schrijven? In plaats van dat je zegt, mannen zijn hufters, vrouwen zijn verschrikkelijk. Ik noem maar even de dwarsstraat. Gewoon even om het anders te benaderen. Nou, dan zal ik het nog een keer anders benaderen. Ik ben jarenlang werknemer geweest en ik ben ook jarenlang werkgever geweest. En het mannelijk ego, dat is de grootste handicap van veel mannen. Ja. Daar ga ik een boek, ben ik sowieso erover aan schrijven. Dus, Hij heeft er zelf geen last van. Dat speelt heel veel. Ik ben er elke dag fulltime mee bezig, maar al mannelijk. Ja, ik begrijp helemaal wat je bedoelt. Ik denk wel dat het een interessant hoofdstuk is om daar je in te verdiepen. En dat ook weer op een bepaalde manier papier toe te vertrouwen en een onderwerp van te maken. Als je zover bent, laat je ons dan weten. Dan hebben we je graag weer in het programma om daarover te praten. Dat is goed. Wordt vervolgd, spreken we af. Ik meld me. Walter, succes. Bedankt. Dankjewel. Groetjes, hè. Doei.
Hoi. De relatieovereenkomst. Bezoek even de site en dan kun je er alle informatie over vinden. Brengt ons bij de foto van de dag. Tot slot wil ik je even wijzen op een bijzonder programma wat we komende zondagavond gaan brengen op Horizon Televisie. Om 8 uur de eerste aflevering van de documentaire reeks gemaakt door de collega's van Kempen TV over dementie. Ik ben Jolanda van Meijl, ik woon in Leende, ik ben de zus van Jenny, ik ben getrouwd, ik heb 2 kinderen, inmiddels ook een kleinkind. Mijn hobby's zijn wandelen met de hond, wintersport en koken. Ik doe mee samen met mijn zus Jenny, omdat we het toch belangrijk vinden om de mensen duidelijk te maken. Als iemand in de familie dementie heeft, dat je toch samen eigenlijk het pad bewandelt in het omgang met iemand die dementie heeft. Om mensen duidelijk te maken die om hun heen wonen, familie, vrienden. En dat er nog zoveel misverstanden staan over dementie. Dat brengt ons bij het einde van deze Samensterk. Ik wil je een fijn weekend wensen. Blijf gezond en tot maandag. Hoi. Ja, Samensterk.